In deze clip laat ik zien hoe je je beeldstijlen met beeldstijlen op je EOS camera het karakter van je beeld bepaalt. En dan voornamelijk JPEG foto's en video. Want video is eigenlijk snel JPEG's achter elkaar plaatsen tot een bewegend beeld. Goed, waarom werken heel veel mensen niet met beeldstijlen? Omdat ze het niet kennen. Het is een, vind ik persoonlijk, een wat vergeten instelling op EOS camera's en overigens ook op alle andere camera's, want een beeldstijl is eigenlijk een cameraprofiel. En, en omdat mensen in RAW fotograferen, waardoor die beeldstijlen niet direct worden gezien of die kun je achteraf nog aanpassen, dus dan is een beeldstijl ook niet zo interessant. Maar stel, in dit geval, we gaan filmen en we hebben hier een EOS 80D, kijk op de achterkant en nu kijken we met de beeldstijl standaard. De meeste EOS camera's staan op standaard of op automatisch tegenwoordig. En dan krijg je een pittig beeldje. En dat pittige beeldje, dus wat we hier zien, daaraan zie je dat, die kleurtjes die zijn mooi en er is wat detail te zien. Maar bijvoorbeeld, je ziet die camera en daar zit natuurlijk weinig contrast in, want het is bijna allemaal zwart. Ja, daar zie je weinig vorm aan. Dus op zich is dit een leuke beeldstijl om direct mee te filmen en dat meteen te publiceren. Maar wil je wat gaan bewerken, dan wordt het wat lastiger, want dan heb je eigenlijk geen detail in die donkere partijen. De belichting is wel goed ingesteld, dus het is niet dat het licht het beeld te donker is, want je ziet het poppetje is verder goed belicht. Nou, hoe gaan we dat nu aanpassen? Nou, je kunt op de Q-knop drukken of via de menu's, maakt niet uit, maar dan kom je bij beeldstijlen. En wanneer je die beeldstijlen hebt, dan kun je bijvoorbeeld nu zeggen van de beeldstijl standaard, dan kun je de instellingen van veranderen. Dus wanneer je zegt, ik vind het contrast, wat contrast zorgt voor een beetje visuele scherpte en dat wil ik verlagen, dan kan dat prima op deze manier. En je ziet nu dat je al veel meer detail in dat zwarte ding krijgt. Wanneer je hier een foto mee zou maken, dan wordt het wel een platter plaatje. Dus dan moet je in de post-processing, zoals ze noemen, in post, moet je dan dat contrast, wanneer je dat wil, aanpassen. Maar dat kun je lokaal doen, hè? Dus dan ben je niet gebonden aan wat de camera eruit spuugt, maar wat je zelf mooi vindt en op welke plek dat het is. Nou, dit is een beeldstijl dus standaard die je aangepast hebt. Maar je kunt ook nog een andere beeldstijl kiezen. Je kunt zelfs beeldstijlen kiezen die je kunt downloaden. En dat, hoe dat gebeurt, dat zie je in het linkje onder deze video. En hier heb ik bijvoorbeeld een beeldstijl, die heet CineStyle, die is van Technicolor. En ja, dat is natuurlijk weer een heel ander beeld. Het is allemaal een beetje flat, zou je kunnen zeggen. Maar wanneer je nou naar die camera kijkt met die lens, ja, dan zie je echt enorm veel detail. En dus wil je video gaan bewerken, dan is een plat profiel, zoals dat dan heet, ja, is dan weer handig. Nou, die kun je gewoon downloaden en installeren op je de EOS 80D. En hiermee kun je dus prima filmen. Goed. Er is ook nog een creatief aspect aan die beeldstijlen. Is dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik wil in zwart-wit filmen. Nou, we drukken weer op de Q. We kiezen hier. En we gaan eens even kijken of we monochroom kunnen vinden. Er staat een emmetje, dat klopt. En zo. We zien nu, hij is nu monochroom, maar hij staat op sepia. Je kunt dus bijvoorbeeld ook in sepia filmen. Hè? Dat is dus, misschien dat je zegt, ja, ik doe dat liever achteraf. Hè? Dat doe ik dan weer in Premiere Elements of zoiets dergelijks. In zo'n programma. Maar je kunt het ook tijdens het video al doen. Ja, en ook hier kun je dan die beeldstijl aanpassen. Je kunt de kleuren, de scherpte, de contrast allemaal weer aanpassen. Om een beeld te krijgen wat direct uit die camera goed is. Dus eigenlijk tot zover het kiezen en aanpassen van beeldstijlen. En je ziet ongelooflijk veel mogelijkheden. Probeer het zelf eens, zou ik zeggen. En dan zul je misschien toch zien van, hey, dit is een beeldstijl die meer bij mijn onderwerp past. Of meer bij mij als fotograaf. En ga er eens mee spelen. Tot zover deze quick tip beeldstijlen voor EOS.